Goedenavond en welkom bij het Waltertje Jaaroverzicht. In dit journaal nemen wij je mee naar de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. En dit schooljaar begint natuurlijk traditiegetrouw met Waltertje haar intro. Het waren moeilijke jaren voor de Hogeschool Windesheim. En ik heb gehoord dat er op dit soort introductiedagen wel eens 2 keer zoveel mensen waren. 180 zaten dan in de zaal. Maar dat waren ook de mensen die het allemaal een beetje voor waar aannamen. Nee, dan de mensen die er vandaag zaten. 80, 85, 86 mensen vol enthousiasme kwamen luisteren naar 3 jonge journalisten die over hun vak vertelden. Hier op de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Maar niet alleen de intro van Waltertje is een feest. Ook in de Bruisweken kwam Waltertje goed aan bod. In het krantje van de Bruisweken, Bruis Times, werd Waltertje in een pagina aan Zwolle getoond. Ook na de introductie bleef Waltertje in het nieuws. Tijdens het eerste feestje na de introductie kwam jongerenwebsite Mindset langs voor een reportage in het Vliegende Paard. Hoe drinken journalisten in Spe een biertje en hoe zorgen zij voor een goed feestje? Mindset was erbij en schreef het op. Studentenvereniging SV Waltertje had een afterparty in het Vliegende Paard. En dat leek ons een mooie gelegenheid om eens even stoom af te blazen. Maar Waltertje is meer dan alleen feesten. In november kwam oud-hoofdredacteur van de NOS, Hans Larousse, langs om te vertellen over zijn lange periode in de journalistiek. Ruim 100 studenten kwamen kijken naar zijn gastcollege. Schoolkant Win zorgde vooraf voor publiciteit. En productiebedrijf Eigen Kijk Op was bij het gastcollege voor een sfeerimpressie. Was RTL ooit ook een bedreiging? Want voordat RTL kwam bestond alleen de NOS of de publieke omroep. En toen hadden we iedere avond geloof ik automatisch 5 of 6 miljoen kijkers. Want er waren maar 2 zenders, dus je kon niet veel anders. Mijn stelling is dat in het boek dat de journalist, jullie, wij, hun monopolies zijn kwijtgeraakt. Hun grote monopolies. Daar bleef het niet bij. In april vond alweer de 2e editie van het grote journalistiek gala plaats. En dit jaar werd het groter aangepakt dan vorig jaar. Onder andere jongerenwebsite Mindset en Radio ZSP spraken vooraf met ons. Tijdens het gala wordt er niet alleen gedanst en gefeest. Er is ook een prijsuitreiking voor de beste journalistieke productie. De prijzen worden uitgereikt door nieuwslezer Jeroen Overbeek. Ja, best een lekker nummer. En wat ook best lekker nummers gedraaid gaan worden, is aanstaande woensdag. Dan organiseert studentenvereniging Waltertje een heus gala. Aan de lijn hebben we Ton van der Laan. Goedenavond. Ton, ben je daar? Daar ben ik, zeker. Ja, kijk, daar staat hij. Hey, een gala. Voor de 2e keer, of niet? Ja, dat klopt. Net als vorig jaar, toen in mei, nu in april, omdat Hedon gaat verbouwen. Het echte officiële gala der journalistiek. Zoals elke vereniging houden ook wij contact met onze leden. Onze verslaggever Ton van der Laan staat in het X-gebouw. Ton, hoe hebben wij eigenlijk contact met onze leden? Ja, hoi Nienke. Ja, we hebben 4 verschillende kanalen contact met onze leden. Belangrijk is de e-mail. Daarnaast hebben we social media. Maar het allerbelangrijkste is onze website, waltertje.nl. Daar kun je terecht voor het nieuwtjes, maar ook de agenda met de tofste activiteiten en feestjes. En waarvoor kunnen mensen dan nog meer terecht op onze website? Ja, naast het nieuws en de agenda hebben we verschillende rubrieken op waltertje.nl. Zo hebben we vaste columnisten die elke maand een stukje schrijven. We hebben een student die gaat eten bij een medestudent, daar een stukje over schrijft. Na elk feestje hebben we een morning after. En we hebben natuurlijk elke maand de student van de maand, waarin we 1 student van onze opleiding uitlichten. Hoe belangrijk is social media eigenlijk voor Waltertje? Ja, zoals ik al zei is social media erg belangrijk. Via Facebook en Twitter komen leden op onze website terecht. Maar via social media sporen we ze ook aan om naar feestjes te komen. We houden contact met ze, ze kunnen vragen stellen die wij beantwoorden. Het is echt een middel om onze leden snel en effectief te bereiken. Dankjewel Ton. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik wil graag bedanken voor het kijken en nog een heel prettige avond.